Ik sta hier in de tuin van Geert Nijmeijer en samen met zijn zoon is hij helemaal gek van het vinden van metaal en andere edelmetalen in allerlei velden. Dus vandaag gaan we met z'n drieën het veld hier achterin op zoek naar de schat. En hoe groot is de kans dat we iets vinden dat van waarde is? Ja. Ja. Kans op iets kostbaars is altijd 5%. Mijn mooiste vondst is 88 Rijksdaalders. Die zat nog in vetpapier. Dat was van 1848 tot 1878. Het display geeft aan, is het wat of is het niks? Het is twee, dat is gewoon niks. Het is gewoon een stukje ijzer of zo, of spijker. Geef er 85 aan, dan heb je sowieso een munt of een zilver, goud. Ja, wie weet. Zit nou in de kant. Stukje rommel. Ja. Nou, kun je zien, als ik een keer heb gezocht, dan is het leeg. Ja. Wat hebben we gevonden, Ronald? Ja, ja. Wat heb je gevonden? Waarschijnlijk een klein plaatje ergens. Hè? Er staat hier een kroontje op en waarschijnlijk heeft hier een Wilhelmina of Willem opgestaan. Oh. Dat deden ze vroeger, bevestigen ze dat ergens op. Nou, zo vind je dus de Odin overal. Je moet voorstellen, je bouwt een huis, die grond wordt afgegraven, het wordt hier neergegooid. Dan kan weer dat iets van die stad ligt dan op dat grasveld. Zullen we even snel even daarheen, want volgens mij heeft je vader ook weer iets gevonden. Die heeft een goed signaal, hè? 85, dat wordt alles goed zee. Ja, dit is een mooi ding, als zoek je lam, hè? Wat, je kunt wel een munt vinden. Kijk hier eens. Oeh. Nou, hebben we een munt. Hé, hey, Roland, zilver! Niet! Echt? We hebben zilveren munt gevonden. Is er nog 1675 of... Ik kan het niet zien. Wel 1675 erop te staan. 1675. Tje. Dat is een arendschelling. Dit is een munt, komt uit 1675. Ja. Oeh, een mooie. Ja, dat is een hele mooie. Dat vind je normaal hier niet. En wat is de waarde, denk je, van die munt? Kunt zien. Dat is 75 euro. Ongeveer. 75 euro hebben we gevonden. Kampen komt hij weg. En welk gevoel gaat er nu? Ja. Als je iets vindt, dan vind je niet elke dag. Nee. Dit helemaal niet. Je vindt wel een zilveren munt. Gewoon een kwartje. Een dubbele arendschelling vind je bijna nooit. Vooral niet uit Kampen hier in de omgeving. Want normaal, ja, Kampen is Enschede. Ja. Ja, wat van vroeger uit al. Dit is er nog van mij grote munt. Nou, en? Mag ik ook een keer wat leuks vinden weer? Kijk, nou, ik weer de kriebels, hè? Nou, moet ik zoeken naar kriebels.